Verpleegkundigen vervullen een belangrijke rol in het welzijn van de samenleving, is de boodschap op de Internationale Dag van de Verpleging, die jaarlijks op 12 mei wordt herdacht. In verband met de Dag van de Verpleging vond vanmorgen een viering voor studenten plaats in COVAP. Deze dag wordt herdacht in verband met de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne verpleegkunde. Het is een moment gewijd aan de enorme inzet waarmee verpleegkundigen en verzorgenden wereldwijd hun werk uitoefenen. Het thema van dit jaar is Onze verpleegkundigen, onze toekomst, de economische kracht van zorg. Keynote-spreker Sylvana Afonsoua zegt dat verpleegkundigen elke dag bijdragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg van Suriname en het welzijn van patiënten. Desondanks krijgen zij niet de volledige waardering vanuit de regering. Ondanks hun cruciale rol worden verplegenden in Suriname vaak geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen. Financiële beperkingen maken het moeilijk om hun werk optimaal uit te voeren en kunnen zelfs leiden tot tekorten aan personeel en middelen. Bovendien lijden verplegenden onder maatschappelijke onderwaardering, waarbij hun harde werk en toewijding niet altijd de erkenning krijgen die ze verdienen. Het is van vitaal belang dat we als samenleving, Suriname, de waarde van verplegenden erkennen en hen de steun en waardering bieden die ze verdienen. Alleen door deze investering in professionele ontwikkeling, welzijn en beloning van verplegenden kunnen we de kwaliteit van de gezondheidszorg in Suriname verbeteren en een gezonde toekomst voor alle burgers garanderen. Afonsoua sprak de studenten toe en zei dat het belangrijk is om het werk met het hart op de juiste plek te doen. Ondanks de uitdagingen in de zorg moedigt Afonsoua de studenten aan om te blijven bouwen aan de zorgsector van ons land. Het wegtrekken van ons zorgpersoneel brengt alleen maar een achterstand in de sector. Ik weet wel dat jullie heel veel ambities hebben, maar begin hier in Suriname je basis te leggen en te weten wat je kan en wat je moet kunnen. Anders is het daar ook niet makkelijk voor jou, hoor. Oké. Maar je kan het wel ook maken in het buitenland. We moeten jullie niet afschrikken, maar hier moet je wel je basis goed leggen. De dag werd afgesloten met een bloemenhulde als blijk van waardering, dankbaarheid en ode aan het beroep. Hiermee zetten de verpleegkundigen een stap in de richting van betere waardering.